Vanuit dit kleine kamertje zenden Tanja, Dries en Bachir een webshow uit naar zo'n 100.000 kijkers per dag. Iedere kijker die zich op het kanaal abonneert, brengt geld op. $1 miljoen per maand in totaal. En dat bedrag gaat integraal naar de organisatie Save the Children. Ik denk gewoon dat de gaming, het gamingpubliek is het publiek dat wij wilden bereiken. Omdat we er heel veel potentieel in zien en we maken er zelf deel van uit. En zij weten effectief wel hun weg te vinden. En we hebben al een heel grote fanbase van alle projecten die we ervoor deden. Dus voor dat is dit eigenlijk perfect. Want de drie hebben ook nog een eigen YouTube-kanaal, waar hun video's al meer dan 400 miljoen keer werden bekeken. YouTube brengt heel wat minder op. Net genoeg om zelf rond te komen en de webshow te kunnen bekostigen. Het is een beetje van alles eigenlijk. Ik denk mensen sensibiliseren op een leuke manier. Dus we doen zowel, we entertainen en we sensibiliseren. En daarbij komt dan dat er ook een nauwere connectie is, bijvoorbeeld met Save the Children en onze community zelf. Dus ze krijgen effectief de kans om met die mensen te spreken. Ze krijgen effectief cijfermateriaal waarmee dat ze zich normaal gezien niet zo bewust zijn. Bijvoorbeeld, er zijn zoveel dingen. Bijvoorbeeld, elke 3 seconden sterft een kind. Zo'n dingen. Met $5 kan je effectief een groot verschil maken. $10 kan je effectief een kind redden. In al de projecten is het de bedoeling om de kijkers aan het denken te zetten. Bijkomend doel is komaf te maken van het negatieve imago van de gamer. Ja, ik denk dat er echt een misconceptie is. Onze community is een van de meest boeiende en super communities, om het zo te zeggen. En ik denk dat de resultaten voor zich spreken. 1 miljoen per maand inzamelen is niet iets dat zonder moeite gebeurt en zonder steun van een super community. Je kan naar de webshow kijken op athenalive.com.